Goedenavond, broeders en zusters, hier in de kerk en ook thuis. Hartelijk welkom in dit bezinningsuur ter voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal, dat zoals als de Heer het wil aanstaande zondag in ons midden gevierd zal worden. Fijn dat u er bent en dat we in dit moment van stilte en verootmoediging het woord van de Heer mogen lezen samen, lijnen mogen trekken naar de viering van het avondmaal en ook naar ons eigen hart. Ik stel voor dat wij beginnen met samen te zingen uit Psalm 145, daarvan het vijfde vers. Het avondmaal is ook de maaltijd waarin de koning zijn onderdanen nodigt om de maaltijd met hem te houden. En over het koningschap van de Heer zingen wij met Psalm 145... het vijfde vers. Zullen we samen eerst bidden. Heren, wij danken u dat we op deze avond samen mogen komen in dit moment. Dat we samen ook heiligen, Heren, om even vanuit de drukte van alle dag en alles wat ons daarin bezighoudt, stil te worden hier in uw huis of ook thuis als we hebben ingeschakeld. Want Heren, we leven in deze week toe naar de viering van het avondmaal. En Heren, daar moeten we altijd op voorbereid zijn, want het avondmaal is immers de schaduw van wat nog komt. Als u, Heer Jezus, terugkomt en een feestmaal zal bereiden voor uw kerk, die dan door u verlost mag triomferen in heerlijkheid. En wij weten niet wanneer u komt, Heere Jezus. We verlangen ernaar dat u zult komen. Dat u deze wereld zult verlossen. Uit de greep van de machten van de duisternis en van de zonde.
En dat u ook ons zult verlossen van ons zondige hart. Dat ook wanneer wij u kennen, soms maar zo moeilijk mee wil in het dienen van u. En Heere, wat is het dan tegelijkertijd een heerlijke bemoediging dat u steeds weer opnieuw uw woord aan ons geeft, maar ook daarbij de sacramenten, ook het sacrament van het avondmaal. Waarin u laat zien dat u uw hand ontsluit, u doet hem open en dat is vol van ontferming voor zondaren. En dat is ook weldadig, Heere, zo mogen we dat beleven. Als water op het droge van ons leven. Dat u ons ervan wil doordringen en overtuigen dat u, Heere Jezus Christus, ook onze koning bent. Een koning met een doornenkroon, die zich liet slaan, liet bespotten, die geleden heeft en gestorven is, maar ook op de derde dag is opgestaan in heerlijkheid. Heere, zo gaan onze gedachten naar u uit, in dit uur. Wilt u uw woord doen opengaan voor onze ziel? Dat we ons erin herkennen en dat we wat we lezen, wat we horen, mogen ontvangen en mogen meenemen, ook op weg verder deze week in naar de zondag toelevend. Wij danken u, Heere, dat we zo in de rust hier samen mogen zijn. Zegent u ons allen, tot eer van uw naam. Amen. Ik wil met u lezen in Jesaja 25. We lezen Jesaja 25, het hele hoofdstuk. En daarna zingen wij de berijming van de versen 6 tot en met 8 van dit hoofdstuk. Zoals we die vinden in de bundel Weerklanklied 21. Dat is op de melodie van Psalm 87. Jesaja 25. Daar lezen wij: Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen. Uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal ze niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk u eren. De stad van gewelddadige volken zal u vrezen, want u bent voor de geringen een vesting geweest. Een vesting voor de armen in nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek, zult u het gedruis van de vreemden onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere
zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde tot in het stof. Wij zingen straks, na de meditatie,
Uit Psalm 68, de versen 5 en 10. Ik wil met u stilstaan bij de profetie die we lazen uit Jesaja 25. En ik leg de vinger bij vers 9. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Broeders en zusters, aanstaande zondag, dan mogen wij weer het heiligavondmaal vieren. Als u zondag in de kerk komt, dan zult u zien, om 9:30, dat er weer een tafel is klaargezet. In de coronatijd hebben we dat anders gevierd, door de banken heen. En dan in 2 morgendiensten aanstaande zondag hopen we dat weer in 1 dienst te doen. Waarbij hier voor in de kerk de tafel klaar staat met meerdere kringen aan stoelen en banken eromheen. En dan wordt u uitgenodigd om aan het feestmaal van de Heere plaats te nemen. Dat is toch eigenlijk wat het avondmaal is. Een feestmaaltijd. Zoals je die hebt bij een bruiloft, dan laat het bruidspaar voor de gasten een heerlijk diner serveren. Samen met hen willen ze namelijk het feest van hun huwelijk vieren. Er is wat te vieren. Zo is het avondmaal het feestmaal van Christus met zijn kerk, zijn bruid. En er is wat te vieren. Er is reden tot blijdschap en dankbaarheid. Waarom dan nou? Christus wil met zijn kerk vieren dat de zonden zijn vergeven. Dat de diepe kloof die er vanuit onszelf is, tussen God en ons, door hem is gedicht. Hij wil met zijn bruid vieren dat de overwinning is behaald. De overwinning op zonde, dood en duivel. En daarom richt hij een maaltijd aan. En hij nodigt u uit om te komen en aan te schuiven om gast van hem te zijn. En broeders en zusters, komt u, kom jij dan ook? Staat u zondag op uit de bank? Loopt u naar voren? Dat is waartoe alle beleidende leden van onze gemeente worden uitgenodigd. Wie ooit belijdenis deed, die wordt daarop aangesproken. Om als het ware nu opnieuw belijdenis te doen, wie aan de avondmaalstafel plaatsneemt, die zegt daarmee dat hij, zij, Christus kent en nodig heeft. Die zegt daarmee dat Christus ook voor hem, voor haar, die ene naam is, die onze hoop is. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we behouden moeten worden. Staat u op en zegt u zondag, zie, dit is mijn God, mijn redder. Want dan kom ik bij het gedeelte waar we vanavond bij stilstaan. Dat is ook wat het volk Israël zal zeggen op enig moment. Op die dag, zo horen we Jesaja zeggen, zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Op die dag, om welke dag gaat het? In dit hoofdstuk profeteert Jesaja over de tijd dat de Heere, de God van Israël, zijn volk zal verlossen. En dat zal hij doen door alle andere volken te oordelen. Israël verkeert als een klein land en een klein volkje te midden van de grootmachten van de wereld. En zij zijn geroepen om het volk van de Heere te zijn. Een licht voor al die volkeren. Maar door eigen zonde en schuld is dat licht verduisterd. En de heidenen dringen op hen aan. De tijd van de ballingschap zal gaan aanbreken. Maar dan zal de Heere komen. Zo ziet Jesaja en hij draait alles om. Waar mensen hun kracht in zoeken,
in versterkte steden enzovoorts, dat zal allemaal vergaan. Vers 2, u hebt van de stad van deze wereld, van de volkeren, een steenhoop gemaakt. Van de versterkte stad een ruïne. Van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. En vers 4, in plaats van dat de sterken van de aarde het voor het zeggen hebben, zal juist de geringe en de arme worden beschermd. Vers 4, u bent voor de geringe een vesting geweest. Een vesting voor de armen in nood. Een toevlucht tegen de vloed en schaduw tegen de hitte. Er komt dus een nieuwe tijd, zo ziet Jesaja, waarin het heel anders toegaat dan wat je als mens gewend bent in deze wereld. Wat in menselijke ogen kracht en betekenis heeft, dat zal plotseling als niets blijken te zijn. Krachteloos, onmachtig, terwijl het arme wat voortdurend onder vuur ligt, dat kleine wat zo zwak is, ja, dat zal juist sterk blijken te zijn. Dat zal het halen. Niet in zichzelf, maar omdat de Heere zich daarover ontfermt. En dan wenkt er dus een heerlijk toekomstperspectief. Want stel u even voor hoe dat moet hebben geklonken voor die Israëlieten toen. Je hoort bij dat hele kleine volkje en je ziet al die machtige volken om je heen en de dreiging die daarvan uitgaat. Maar dan zegt de Heere God tegen je, de Heere van de legermachten, zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrichten. En hij zal op deze berg verslindende sluier, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Al die volkeren, die zien niet wie hij is. Maar het wordt Pinksteren, dat hoor je hier eigenlijk al. De volken zullen het gaan zien wie de God van Israël eigenlijk is. En ook zij zullen komen. En hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van de gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft het gesproken. Er komt een maaltijd om de overwinning te vieren. Een maaltijd waaraan je de macht en de majesteit van de Heere mag erkennen. Waarin je mag verheugen en verblijden over zijn heil, zijn gerechtigheid, over het feit dat hij het gedaan heeft. Dat hij het kwaad heeft weggedaan, de kwaaddoeners gestraft en de dood voor altijd verslonden. En het is op die dag dat men zal zeggen, zie, dit is onze God. Nou, dat is wat wij nou aanstaande zondag ook mogen zeggen. Want om welke maaltijd gaat het hier nou eigenlijk? Toen het volk Israël terugkeerde uit de ballingschap, toen werd er inderdaad feest gevierd. Het leek dan weliswaar dat de volkeren Israël hadden overvleugeld en dat er van dat kleine volkje wat naar Assyrië, naar Babel was weggevoerd, dat daar niks van overbleef, gedecimeerd. Maar een rest keert terug, een restant. Niet meer. Nog kleiner zou je kunnen zeggen. Maar de Heere God ging ermee door. Hij had een volk op aarde, hij hield een volk op aarde, hij heeft nog steeds een volk op aarde. Alle eeuwen door zal dat zo zijn. Soms groot en machtig, soms invloedrijk, maar veel vaker gedecimeerd en klein. Soms bloeiend en groeiend, maar dan weer in grote nood en bedreigd. Totdat Gods feestmaal aanbreekt. En het feestmaal waar Jesaja het hier profetisch over heeft, ja, dat is de bruiloft van Christus, de bruiloft van het Lam, die aanbreekt wanneer Hij terugkomt. Dan zal alle oog Hem zien. En dan zal zijn volk zijn kerk delen in zijn volkomen overwinning. Dan is inderdaad de dood definitief verslonden. Die is er niet meer. Dan zal de Heere, zo weten we ook uit de Openbaring, alle tranen van onze ogen afwissen. Dan zal hij de smaad
van zijn volk wegnemen van de aarde. Deze maaltijd waar Jesaja het over heeft, die komt dus nog. Maar u mag er zondag al wel vast wat van proeven. Het avondmaal zou je de miniatuurversie kunnen noemen van het bruiloftsmaal van bruidegom Christus met zijn bruid, zijn kerk. Zondag is er een feestmaal in de kerk, waarbij de nodiging tot u uitgaat. Kom, vier dit feest met de gastheer, Jezus. En wat voor feestmaal is het dan? Mag ik een paar gedachten daarover delen met u vanuit Jesaja 25? Het eerste is dit. Op de tafel van dit feestmaal staat het allerbeste wat er te krijgen is. Jesaja die ziet in zijn profetisch vergezicht dat op die tafel van het feestmaal dat de Heere aanricht uitgelezen gerechten staan en gerijpte wijnen. Niet zomaar even wat voorhanden was toevallig. Nee, het beste van het beste. En dan kan het zijn dat het avondmaal voor ons daar een beetje karig bij afsteekt, want zondag staat hier alleen maar brood en wijn. En u neemt er maar een klein stukje van dat brood en een klein slokje van de wijn. Is dat niet wat zuinigjes? Maar toch is dat het beste wat u op dit moment kunt krijgen. Nu Jezus nog niet is teruggekomen. Want brood en wijn, die brengen in gedachten naar Golgotha. Daar wordt zijn lichaam gebroken en zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening. Dat is ook een volkomen bedekking van al onze zonden. Dat is het beste wat u ontvangen kunt, broeders en zusters, want dat maakt voor ons het verschil tussen eeuwig leven of eeuwig sterven. Tussen behouden worden of verloren gaan. Zijn genade, zijn ontferming, zijn vergeving, zijn bloed. U hebt hem nodig. Niets en niemand anders dan Jezus en het werk dat hij volbracht heeft in onze plaats. Wat wij niet konden en niet kunnen, dat heeft hij gedaan. Hij heeft geleefd in de volkomen gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. Hij heeft geleefd op de manier die wij soms zouden willen dat we dat zouden kunnen ontdekken in een week van voorbereiding, dat wij dat hadden gedaan, en het is weer niet gelukt. Hij wel. En zo is hij gestorven. Niet als straf op de zonde die hij zelf had gedaan, want hij had geen zonde gedaan. Maar opdat hij de straf zou dragen voor onze zonde, die van u, die van mij. Opdat wij zo met hem zouden leven in heerlijkheid. Op de tafel van het bruiloftsmaal van het lam zal eenmaal een rijke uitstalling staan van de allerbeste gerechten en wijnen. Als Jezus terugkomt, dan geeft hij u het allerbeste in volle heerlijkheid. En als u dan zondag een stukje van het brood en een slokje van de wijn neemt, dan mag u daarna gaan verlangen. En weer opnieuw verlangen. Die volheid die nog komen gaat. Als je verlost bent en in zijn heerlijkheid mag ingaan. Maar tot die tijd ontvangen we hier op aarde al het beste van het beste. Brood en wijn. Jezus eigen offer. En ze willen ons aan hem verbinden, omdat hij alles voor ons heeft volbracht. Opdat we schuilen achter hem en zo met hem verlost en vernieuwd mogen zijn. Dan een tweede gedachte. Wat is nou eigenlijk de aard van dit feest? Wat is er nou precies te vieren? Het feestmaal waar Jesaja het over heeft, ik zei het al, dat is een feestmaal van overwinning. De vijanden zijn vernietigd. De sterke volken moeten het afleggen tegen het kleine nietige volkje
dat van de Heere is. En dat is niet omdat je in eigen kracht je sterkte hebt gevonden, maar omdat wij in zwakheid mogen roemen. Want in onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Nou, aan de avondmaalstafel vieren we Gods overwinning op onze vijanden. Christus heeft de macht van de zonde en de dood gebroken. Hij heeft de geestelijke strijd gewonnen. En wij hebben nog met die strijd te maken. Dagelijks. Straks niet meer. Dan zal de dood voor altijd verslonden zijn en alle tranen worden afgewist. Maar op weg daarnaartoe wil de Heere u versterken, opdat u in zijn naam zult strijden tegen alles wat Gods kerk ook vandaag aanvalt. Alles wat in onze ogen en beleving ook heel machtig kan lijken. Geestelijke invloeden die er zijn. Wapenen waarmee de duivel vele zielen aan zich wil blijven binden, opdat ze maar niet tot Christus zouden komen. En de instrumenten en de methodes die hij gebruikt om jongeren en ouderen geestelijk uit te putten, opdat de Heere niet aan zijn eer komt. Maar bij het avondmaal worden we versterkt. Brood en wijn willen u kracht geven, doordat ze u naar Jezus toe brengen. Doordat ze eigenlijk tegen je zeggen, ja, niet in jouw kracht, maar in zijn kracht. Hij heeft overwonnen. Zodat je het er weer kunt stellen en dicht bij Christus mag blijven. In alle eenvoud en daarom met goede hoop. Want het derde en laatste wat ik wil noemen vanavond is dit. Hoe kom je nou aan dat feestmaal te zitten? Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen, kijk, dat is het. Dat is de houding om avondmaal te vieren. Dat je het van hem verwacht. En niet van jezelf. Niet van wat je op het gebied van geloof, kerk, trouw, gebed, liefde voor God, liefde voor je naaste en noem het maar op, hebt gepresteerd. Maar met de verwachting dat hij, de Heere God, je verlost. Dat het zijn werk is en dat dat genoeg is. Dat hij ons bevrijdt, eenmaal volkomen, maar ook nu al. En dat hij je geeft alles wat maar nodig is. Iets wat je kunt omschrijven met het woordje heil. Zo staat het aan het einde van vers 9. Dat omvat alles wat Christus voor ons heeft verworven. Al zijn schatten en gaven, zegt het avondmaalsformulier. Zijn gerechtigheid, zijn vergeving, zijn verzoening. Zijn levenskracht. Zijn geest van heiliging. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Broeders en zusters, dat mogen we aanstaande zondag doen. Zegt u het mee? Ja, dit is mijn God. Zie, kijk maar naar brood en wijn. Dit is mijn verlosser. Van hem verwacht ik het. Komt u, wat houdt u tegen? Is het je zonde? Zijn het je tekorten in je dienst aan hem? Verwacht het van hem alleen. Heeft u Jezus nodig? Verlangt u ernaar dat het goed is? Dat het gewoon goed is tussen u en hem? Neem dan tot hem de toevlucht. Beleid je zonde. Leg het voor hem neer. Spreek het voor hem uit. En eet en drink van het beste wat hij u geven kan. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Dan is het feest. Een heilig feest tot eer van God, waarin u zich mag verheugen in hem.
Verheug u in hem en vernieuw uw gelofte aan hem. Wijd u opnieuw toe aan Christus en zijn dienst. Amen. Zullen we samen danken. Heere, wat een heerlijk vooruitzicht. U heeft het door uw profeet Jesaja aan uw volk Israël gegeven, maar het strekt zich veel verder uit dan alleen maar toen en daar. Het gaat over uw heil dat in deze wereld kwam en komen zal. En Heer, het allerbeste, dat komt nog.
Als u, Heer Jezus, terugkomt, dan zult u alle tranen van onze ogen afwissen. Die tranen zijn er vandaag. Heer, we hebben steeds weer opnieuw reden om ze te hebben. Verdriet. Over dat wat we in de wereld zien. Verdriet. Over wat we zelf persoonlijk meemaken. Van nabij. Verdriet ook, Heer, over wie wij zijn in onszelf. Dat het ons maar niet lukt, Heere, om zo te leven en zo lief te hebben. U en uw dienst zoals het zou behoren. En Heere, dan spreekt de duivel ook zijn woordje mee. Dan doet hij aanvallen. Dan schiet hij zijn brandende pijlen op ons af om ons in het hart te raken. Heere, geef dat wij het schild mogen heffen. Het schild van het geloof. Bekleed ons met de wapenrusting die van u is. En doe ons ferm staan, Heere, in deze tijd. Toegerust om u te dienen. Heere, wij danken u dat u daarvoor ook het avondmaal wil geven tot versterking van het geloof. Dat wij weer sterkte en kracht mogen vinden in u, Heere Jezus. Wilt u zo ook de bediening van het avondmaal aanstaande zondag in uw genade zegenen. Heere, bereid ons er ook zo op voor. U kent ons, u weet ook van onze vragen en twijfels. Komt u ons tegemoet, Heere. Wilt u ons te sterk zijn in uw ontfermende genade. Dat wij zo tot eer van uw heerlijke naam ons aan u mogen toewijden, ook weer opnieuw onze geloften mogen doen. Wanneer u ons roept en u ons aan u verbindt weer opnieuw. Heere, geef dan dat wij dat ook nieuw mogen maken. We danken u dat u ons zo dit moment wilde geven. Danken u, Heere, ook voor de psalmen en liederen die we samen mogen zingen. Hoor naar onze gebeden in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot lied 336 uit de bundel Weerklank. Een van de liederen die ook geschreven is met het oog op de viering van het avondmaal.
Ik wens u allen wel thuis.